Yes, dames en heren, mijn naam is Erik da Silva, a.k.a. Scout Weghorst. En vandaag gaan we een wedstrijd bezoeken van een speler die zich heeft aangemeld via de Tonze app, Adam Sakouane. Vandaag speelt Adam samen met Gelderop onder 17 tegen MVV Maastricht onder 17. Wat hij nog niet weet is, als hij een goede wedstrijd speelt, dat hij wordt geselecteerd voor de Tonze United Talentendagen in Eindhoven. En de beste spelers vormen samen regio Eindhoven en spelen tegen de andere steden. Laten we naar binnen gaan, want dit is misschien Adam's kans om gescout te worden. Let's go. Yes, dames en heren, Gelderop onder 17 heeft net zijn warming-up gehad. Was een goede warming-up. En nu gaan we over naar de wedstrijd. Ik ben benieuwd. Ze zijn goed opgewarmd, ze zijn warm. Ze spelen tegen MV Maastricht. Laat in de comments weten hoeveel jullie denken dat het gaat worden. Ik denk, hopelijk, een 2-1 overwinning voor Gelderop onder 17. Let's go! Yes, dames en heren, de spelers van Gelderop onder 17 komen nu het veld oprennen. Het is wel mooi natuurlijk dat het een bekerwedstrijd is, want hier kan alles gebeuren. En als jij ook wil dat ik jouw wedstrijd ga kijken, vergeet dat onze app natuurlijk niet te downloaden. Yes, dames en heren, we zijn begonnen met de eerste helft. Nummer 6. Die is overtreding. Zeg je eerlijk, dames en heren, ondanks dat MVV Maastricht toch een profclub is, kan dit gewoon gelijk aan toe gaan. En weet je wat ook grappig is? De laatste tijd spelen niet alle profclubs zo hoog meer net als eerst. Goeie aanname. Oeh. Wat een oeh. En goal. Hij zit. Wow. Zo! Is die bal op de lat en nog een rebound. Wow. Goeie goal. Wow, Gelderop staat hier gewoon voor tegen MVV Maastricht. Wow. Zie je, zo zie je maar, dames en heren, beker. In de beker kan alles gebeuren. Was een goede schot van nummer 8. En nummer 19 beloont zichzelf met een rebound. Weet je wat mij opvalt? Gelderop neemt gewoon veel initiatief. Ze zijn niet bang om gewoon hun eigen spel te spelen. Kijk hier. En we gaan. Oh, counter. Counter van Gelderop. Wat gaan ze doen? Oh, ze belonen zichzelf niet. Stel je voor dat zij die hadden gescoord, dan was het nu al 2-0. Spits wordt goed opgezocht. Oeh, helaas. Goeie bal van nummer van de rechtsback. MVV is heel slordig. En we hebben een counter. Oei, corner voor, Gelderop. En? Oei. Dat was bijna eigen goal. Goed verdedigd. Goeie bal. Openen. Laat hij hem openen. Goeie opening. Goeie aanname ook. 1 tegen 1. Wat gaat hij doen? Huts. Goeie. En? Goeie actie. Hé, hey Bo, dit is wel echt een leuke wedstrijd om te zien, man. Ik hoop echt dat ze oprecht gaan winnen. Dames en heren, als jij deze video kijkt en je wilt dat ik jouw wedstrijd ga kijken, vergeet de Tonze app niet te downloaden en te liken, te abonneren en in de comments achter te laten welke wedstrijd ik moet gaan bekijken en hoe laat je speelt. Heel belangrijk. Adam, wat gaat Adam doen? Goed. Goeie actie. Oei. Goed verdedigd. Verdedigen doet hij ook wel zijn taakje. Oeh! Sterk verdedigd van Shiren. Open. Gaat hij hem openen? En? Goeie schot. Dit zijn momenten, dames en heren, waar ik ook op let. In de opbouw. Hoe ga je staan? Hoe sta je? En dan gaat de bal nemen. Goeie. Goeie bal wel. Helaas. Adam. Geen verkeerde bal van Adam. Ja, hij staat op een
Goed verdedigd. Goed verdedigd. Eerste helft is afgelopen. Gelderop staat op 1-0 voorsprong. Spelers spelen goed. En we gaan nu over naar de tweede helft. Oei. Oei. Adam, wat gaat Adam doen? Goed. Goede actie. Goeie bal. Oeh, Adam. Wat gaat Adam doen? Oh, helaas. Oeh. Goeie actie van Adam. Nog 10 minuten te gaan, besef. Gelderop kan gewoon winnen tegen MV Maastricht hier thuis. Daarom ik zeg jullie, dames en heren, beker, alles is mogelijk. Oeh. Goeie actie van nummer 19, helaas. Dames en heren, niet verbaasd zijn als MVV deze wedstrijd gewoon verliest, hè. Ze staan nog steeds achter. Eerste schotkans. Voorzet. Oeh, ze belonen zichzelf niet. Nog niet lang te gaan. Oeh, Gelderop wint thuis tegen MVV 1-0. Yes, dames en heren, de wedstrijd is geëindigd in een 1-0 overwinning voor Gelderop onder 17. En we gaan Adam even bijroepen. Goeie wedstrijd gespeeld. Ga even met hem bespreken hoe hij het zelf vond gaan. En wat hij nog niet weet is dat hij geselecteerd is voor de Tonzet proeftrainingen in Eindhoven. Dus laten we nu naar hem toe gaan. Henry, hoe vond je het klaar? Ik vond de wedstrijd voor mezelf goed gaan. Ja? Ik vind dat we hard hebben gewerkt als team en ook individueel. Ik had goede acties, ik had wel een paar schoten op doel. En ik vind gewoon dat deze overwinning gewoon verdient is voor ons allemaal. Ik vond het ook goed gaan. Ik heb, weet je wat mij opviel? Jij bent best wel sterk in 1 tegen 1, klopt dat? Je hebt goede dribbel. Ja, klopt. Ik heb veel gespeeld op lijntje natuurlijk bij mij. Ja? En ja, ik heb het daar gewoon geleerd. Oké, ik heb een overzicht gemaakt van de wedstrijd die jij vandaag hebt gespeeld. We gaan eventjes alle onderdelen langs. Hoeveel denk je dat ik jou heb gegeven voor de 1 tegen 1? 1 tegen 1 denk ik wel een 8. Een 8, 1 tegen 1 heb je een 8, je dribbel ook een 8. Overzicht. Mijn overzicht komt wel beter, ik kom meer achter mijn schouder kijken, maar ik vind dat ik wel gewoon rond 7 wedstrijd. Oké, bij mij staat hij ook op 7. Een omschakeling. Je bent buitenspeler, omschakeling is ook belangrijk. Hoe voel je dat gaan? Op het begin ging het wel goed, maar op het einde van de wedstrijd was het was uitgeput, meer uitgeput en daar was het wel een beetje minder. Maar ik denk wel ongeveer ook rond de 7. Ik heb deze op een 6.5 gezet, omdat ik vond dat je meer heen en weer mocht gaan, maar... In de eerste helft deed je het beter dan in de tweede helft. Ik denk ook dat het te maken heeft met de wedstrijdintensiteit. En positionering op het veld? Was wel goed. Ik was soms wel op 10 positie. Soms links buiten, soms links buiten. Dus ik heb wel afgewisseld. Ik denk mijn positionering denk ik wel een 7 ook. Voor mij staat hij ook op een 7. En dan hebben we nog de laatste, de afwerking. Helaas geen goaltje gehad. Dus die heb ik op een 6 gezet. Maar Adam, bij deze, ik heb een kleine verrassing voor je. Laat me een voorschijn pakken. Tonze organiseert proeftrainingen in verschillende regio's. Amsterdam, Rotterdam, Enschede en Eindhoven. En bij deze ben je geselecteerd voor de proeftrainingen in Eindhoven. Ja! Kijk eens terug naar de luister goed, Adam. Ik ga je uitleggen hoe het in elkaar zit. Jij bent nu geselecteerd voor de proeftrainingen in Eindhoven. De beste spelers van die regio gaan spelen tegen de andere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Enschede. En wat het mooie daaraan is, is dat de scouts aanwezig zullen zijn. Ben je ready om jouw regio te representeren? Ja, zeker. Hey, applausje voor Adam, applausje voor Adam. Wauw. Dankjewel Adam, ik heb van je genoten. Als jij wilt dat ik jouw wedstrijd kom bekijken, laat dan in de comments weten welke wedstrijd ik moet gaan bezoeken. Vergeet de Tonze app niet te downloaden en hopelijk kan ik jou ook gaan selecteren. Hallo, ik ben Adam Sakwane. Ik speel bij Gelderop onder 17-1 en ik ben geselecteerd voor Tonze United proeftrainingen in Eindhoven.